Van de eigen PvdA aan deze kant had de wethouder weinig te vrezen. De oppositie en ook coalitiegenoot GroenLinks gingen er een stuk steviger in. Met name over het cruciale moment 7 jaar geleden. Medio december verschijnen er 2 rapporten die zeggen van u moet niet in zee gaan met die aannemer. Die houdt u vervolgens voor uzelf. En dan 2 maanden later hoeft u het niet meer te delen met de raad. Nee, nee. Hoe is het gegaan? We wilden een stedelijk museum. Er was een bestek. Toen kwam er uiteindelijk 1 aannemer. Die deed een aanbieding. Die was veel te duur. Miljoenen te duur. Dus we hebben in het college besloten dat we verder gingen praten met die aannemer. Die heeft uiteindelijk 4 weken later een nieuw verhaal op tafel gelegd. Dat hebben we aan de gemeenteraad voorgelegd. Toen had u toch alsnog die rapporten erbij kunnen doen. Want dat zei ook veel over de aannemer met wie u in zee ging. Toen was er een nieuwe situatie ontstaan. Er was een dwarskijker. Raadsleden spraken over een eerste, een tweede, een derde, een vierde opinie. Dus het is ook niet zo dat er geen meningen waren. Meningen zijn er altijd genoeg in Amsterdam. De raad wil nu de bewuste rapporten van de huisadvocaat en de ingenieur alsnog volledig inzien. Ook wil het een verklaring waarom die adviezen in de oude situatie wel en in de nieuwe situatie niet zijn gevraagd. Ik wil dat graag weten, want anders dan heeft de wethouder zelf de verantwoordelijkheid genomen om met een aannemer in zee te gaan die uiteindelijk failliet ging. Waardoor het museum nog weer zo'n 5 miljoen euro duurder werd. Het debat gaat binnenkort verder. Voorlopig houdt de wethouder over haar eigen rol haar poot stijf. Geen spijt. Ik zie geen enkele reden daartoe.